Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer een heel apart bloemstuk maken. Het frame staat hier al voor me, dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Wees snel bij, want op is op en dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Vandaag gaan we dit prachtige frame opmaken. Het leuke is dat je er onderin een steekschuimblok in kan leggen. Daar zit echt precies de ruimte voor. We kennen dat natuurlijk allemaal gewoon de standaard steekschuim Oasis Ideal blokken. Een heel goed product, goede kwaliteit en prima om mee te werken. Je kan trouwens altijd de kwaliteitsblokken herkennen door het logo van Oasis. Ja, als je die altijd hebt, dan is het altijd goed. Welk soort product je pak daarvan. Maar vandaag gaan we aan de slag met de Oasis Bio blokken. Eigenlijk heeft hij dezelfde werking, alleen deze is biologisch, waardoor het toch iets beter is voor het milieu. Een kleine aanpassing, maar wel goed. Maar beide zijn echt prima en je kan met beide heel goed werken. Goed, ik ga hem in het water leggen en dan gaan we gauw beginnen. Ik heb het steekschuim even vol laten zuigen met water. Let op dat je dat nooit onder water doet, maar zelf vol laat zuigen. En dan past er precies een half blok tussen. Dan snij ik even de zijkantjes af, dan kan je iets mooier en makkelijker wegsteken. Dat doe ik schuin en de overgebleven stukjes die stop ik eigenlijk gewoon bij naast. Je kan ze weggooien, maar ik vind het vaak wel zonde, dus ik denk ik stop het gewoon bij naast. Gaan beginnen met steken. Naast dat ik ook snijbloemen gebruik, heb ik ook een heel mooi Tillandsia bromelia plantje. En die kan ik er nog precies naast doen als je een half blok steekschuim gebruikt. En dat vind ik heel mooi bij de kleuren passen. En bij het sfeertje. Het geeft gelijk een luxe uitstraling. En dan gaan we verder met de bloemen. Ik gebruik ook wat hoogte en dat laat ik een beetje terugkomen in de vleugels. En ik werk nou een beetje in de paarsroze tinten, want dat vind ik er gewoon heel mooi bij staan bij het Tillandsia plantje. Maar ik let wel op dat alles goed ruimte heeft en een mooi plekje in het stuk. Ik werk dus echt binnen de vlinder. En dit doe ik met verschillende bloemen. Ik verdeel ze mooi in het stuk. Ik snij alles goed schuin aan. Dat is altijd erg belangrijk. En ik zorg dat alles een mooi plekje krijgt in het steekschuim en bij de vlinder, in de vlinder. En je zult zien hoe verder je hem uitbouwt, hoe luxe die eigenlijk wordt. Gebruik ik ook nog een mooi Tillandsia plantje. Het past ook een mooie sfeer. Die doe ik aan de andere kant van het bromelia plantje. En een mooi vet plantje. En jullie weten hoe we dat verwerken. Je houdt hem aan de bovenkant stevig vast met één hand. En aan de andere kant draai je de potgrond en de wortels eraf. Totdat hij er helemaal af is. En dan kan je daar onderin ook een soort theeprikken doen. Doe dit voorzichtig. En ik vind het altijd net even anders dan anders in een bloemstuk. Lijkt gelijk luxe. En daarnaast is het ook extra lang houdbaar. Dus dat is heel erg leuk. Dan
Dan gaan we verder met de bloemen. Prachtige kleuren zo. Door het op verschillende hoogtes te steken, breng je ook diepte aan in het stuk. En je geeft de bloemen ruimte om te bewegen. Dus je geeft ze ruimte om mooi tot zijn recht te komen. Maar je brengt ook diepte aan. Aan de achterkant verwerk ik de bloemen die ik over heb. Die steek ik er mooi gewoon compact in. Dan kan je hem eigenlijk overal neerzetten waar je hem neer wil zetten. Dan is alles mooi afgewerkt. Dit is toch echt al prachtig. Ik vind de combinatie van het bruine met het fellere paars en het knallere roze heel erg mooi bij elkaar. Toch komt het bruine ook wel iets terug in het bloemstuk. En de combinatie met plantjes maakt het natuurlijk extra apart en luxe. Ik spray hem nog even in met de Floralife Finishing Touch Spray. Voor een langere houdbaarheid. Even vanaf een afstandje. Kan je halverwege de week gerust even herhalen. Echt een heel fijn product om mee te werken. Hè? Ook goed voor de plantjes. Want het zijn natuurlijk luchtplantjes. Tillandsia plantjes. Die vinden dit ook best wel prettig. Dus zeker goed om zo'n flesje in huis te hebben. Je kan er heel erg lang mee. Ja, en dan is dit toch echt wel weer een toppetje. Iets wat nog niet online is gekomen hier op dit kanaal. En ja, de ondergrond is natuurlijk gewoon al prachtig. De combinatie van de plantjes met de bloemen maken het gewoon heel erg luxe. En net even wat anders. En ook de kleurencombinatie met het bruin. Ja, het komt toch wel weer iets terug in het bloemstuk. Maar ook met het fellere paars en roze maakt hem echt heel erg gaaf. En laat het echt een kleurrijke vlinder worden. Goed, wil je het pakket van vandaag bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. Lekker makkelijk. En wees snel bij, want op is op. Het gaat op het moment heel erg snel, ondanks de grote voorraad. Dus wil je hem niet missen, wees dan snel bij. Wil je ook niks missen, kan je me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar laat ik altijd weten als er weer iets nieuws aankomt. En ook soms al een klein tipje van de sluier als er weer wat nieuws binnen is gekomen. Hè? Zeker leuk dus. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je van deze video vond. Ik vind hem heel erg leuk en jullie zien mij de volgende keer weer. Doei!